It's number one. Goedemorgen allemaal. Welkom in Slagharen. Dit is de kermiskerkhof van Nederland. We gaan even kijken wat er allemaal staat. In 1963 is attractiepark Slagharen ontstaan. Henk Benboom bouwde op een stuk grond 24 huisjes met een extra attractie. Een echte Shetlands pony die een wagen trok waardoor je door de buurt heen kon rijden. Toen de tijd waren Shetland ponies nog helemaal niet zoveel in Nederland. Dat was vrij uniek en daardoor is dit ook een succes geworden. Het eerste naam van het attractiepark was ook Shetlands Ponypark Slagharen. Al snel bouwde hij nieuwe huisjes erbij en werd er een grote speeltuin aangelegd voor dagjesbezoekers. Ook werd al snel de naam afgekort naar Ponypark Slagharen. Eigenlijk heet het pas sinds 2008 Attractiepark Slagharen. Het attractiepark is sinds 2011 niet meer in handen van de familie Benboom. Het is jammer, want als ze nog één jaar doorgedraaid hadden, dan hadden ze 50 jaar kunnen vieren met Slagharen. Maar het Spaanse pretparkengroep Parques Reunidos heeft het park overgenomen dat ook Moviepark en Bobbyland in zijn bezit heeft. De eerste attracties van het park waren de Enterprise in 1977, de skilift in 1976, lachspiegels, het zwembad uiteraard, de speeltuin, Apollo, waterorgel. Sommige attracties zijn alweer verwijderd. Slagharen is eigenlijk het kermiskerkhof. Het park heeft heel veel attracties staan. Er is de laatste jaren ook heel veel verwijderd. Maar er is ook de laatste jaren veel aan teaming gedaan. Vroeger was het echt gewoon alles in kermisstijl, maar tegenwoordig hebben ze ook planten en bomen tussendoor geplaatst. En is het een beetje een wild-wild-west park geworden. Dat is wel de stijl waar Slagharen zich nu bevindt. Ook heeft het park een aantal parades erbij gekregen, zoals de SBS6-parade het bekendste van is. Maar ze hebben ook nog in de zomer de lichtjesparade. Kortom, het is een volwaardig pretpark geworden. En dit wordt ons speelterrein van vandaag. De Mijntrein achtbaan verving in 2001 de oude Keverbaan. Dat was een dubbele acht in de vorm van de lieve heersbeestjes zoals de kikkerachtbaan in Duinruil. De Mijntrein achtbaan is een Vekoma Junior Coaster in western stijl uiteraard. De baan is 13 meter hoog, 335 meter lang en rijdt maximaal 46 km per uur. Ja, hij zit al goed dicht, denk je niet? Een Mijntreinachtbaan met een belletje erin waar je altijd helemaal gek voor wordt. Maar dan gaan we naar de eerste bocht. Nou, trekt hem toch best lekker hoor. De Ripsel Waterfall is geopend in 1992. Eerder stond deze baan gewoon nog helemaal op de tegels en later is er een meer omheen gebouwd en zijn er wat bomen omheen geplaatst waardoor het nu wat meer lijkt op een western-achtig gebied. We zijn eigenlijk gewend om dagen te komen dat het rustig is. Het is veel te druk. Je ziet ook goed dat de crisis is in Nederland. Vroeger lagen de euro's en de 2 euro's in en tegenwoordig liggen er nog maar centjes in. Sommige delen zelfs helemaal niks. De hele baan wordt met één pomp aangedreven. Onder de grote Valdor gaat. Naar het station buitenom. Onder de kleine Valdor. Naar achteren. En dan eindigt hij onder de grote Lichtwil. Hier kun je onder het grote kopen. Het grappige is dat de water hier gewoon onder doorloopt. Zo de baan verder. Nou, daar gaan we dan, de wildwaterbaan. Met twee vrienden die erg veel van elkaar houden. Varen, varen over de zee.
Nou, dan gaan we remmen. Wow, lekker. Allee. Oeh, is wat van kort opgesteld hier. Oeh, wacht op dat. Hoe lang is dat? Er ligt ook bij mijn bed lawaai. Maar ja, ze hebben hier weinig beperkingen. Dus ze kunnen bouwen wat ze willen. Hier bovenin ligt geen water. Mac bouwt alles met water. Nou, daar gaan we voor de grote val. 1, 2, 3. En... water! Ja, lekker! Heerlijk. Nou, had bij mij wat natter gemogen. Met het warme weer. Er zit ook geen extra effect erbij. Jammer. Er liggen wel extra effecten, maar die staan niet aan. De Enterprise, die lang op de slooplijst stond van Slagharen, maar omdat er veel weerstand kwam van hun fans, is deze attractie nog in het park. En gelukkig maar, want hij draait al sinds 1977 in het park en ze weten hoewel niet hoe bijzonder deze Enterprise is. We worden doodgegooid met de Hughes Enterprises, maar deze Schwarzkopf Enterprise is gewoon eigenlijk een uniek in zijn soort. Want je ziet ze bijna niet. Het bijzondere aan deze Schwarzkopf Enterprise is dat je moet gaan zitten en niet gaan liggen zoals in de Hughes Enterprise. Ook gaan de dakjes open om in te stappen. Mooi systeem. Nou, dat is een apart rondje. Schwarzkopf kwaliteit, jongens. De meest begeerde attractiebouwer van de wereld. Best in for rides. En dan te bedenken dat ze deze willen gaan slopen. Zaten we eigenlijk een groep bij een hoofd hier in Slagharen. Vroeger de oude rustmolen, maar daar hebben ze nou een speeltuin van gemaakt. Vergroot en verklein. Hier stond vroeger de Ocean of Darkness, een soort spookhuis, maar die is dus verwijderd voor deze minicars. Die eigenlijk heel groot is opgezet. Je bent nog vast met een riem, kijk dan dan. Eigenlijk is het gewoon een verkeerspark. Die is en die is ook gezakt. Net verkeerspark Assen zo. Het is groen, jongen, rijden. Fok. Ah, politievrouwtje wil ook ermee spelen. De dombomolen die heel goed opgeknapt is naar een Jules Verne stijl. Ziet er vrij netjes uit. En ook dit is nieuw, dit zijn de Mega Mindy fietsjes zoals Plopsaland die heeft. Die heeft ze een beetje geïntroduceerd. Daar ontzettend populair geworden, meerdere parken gaan ze nu dus ook bouwen. Niet alle nieuwe attracties zijn al klaar. Deze kleine schommelboot voor kinderen, daar zijn ze nog mee aan het werk. Wat verder opvalt aan dit stuk van het park is dat de traanboot hier verwijderd is. Die staat er niet meer. Nog een nieuwe attractie, de Expedition Nautilus, waar nog de oude delen van de Ocean of Darkness in verwerkt zijn. Zoals hier dat bolletje waar je vroeger in zat. En hier twee van die halve bollen gebruikt zijn. Zo zat je vroeger in een spookhuis. En zo beschermen we dat waarschijnlijk nu tegen water wat er ontspuit. Yeah.
naar de nieuwste Mekmolen van het park. Wat zeiknat hier. Een soort splash battle, maar dan in het rond. Maar ook de omgeving kan flink geraakt worden. Leuk ding voor warme dagen zoals nu. Ik blijf toch even op afstand staan als je niet erg vindt. Maar het publiek kan zich ook verweren. Die kan terugspuiten met kanon aan de zijkant, zoals ook een splash battle dat heeft. Maar dit is dan wel een eerlijk gevecht. Slagaar gaat meer doen aan teaming, zo te zien. Ze hebben zelfs het personeel in apenpakjes gezet. De Polyp is een monster 2 van Schwarzkopf. Schwarzkopf heeft een hele serie monsters gebouwd. Iedereen kent natuurlijk de monster 3 van de kermis. Zoals bijvoorbeeld de Power Polyp van Verdonk. Maar ook in Duitsland reizen vele van deze monsters rond, zoals Octopussy, Die Kraken en Big Monster. Echter heeft voor die tijd Schwarzkopf ook de monster 2 uitgebracht. Dit waren monsters zoals deze, zoals hier in Slagharen, maar ook zoals Hoogman die nog heeft en Zinneker. Daarvoor bracht Schwarzkopf de monster uit, dat is zeg maar de monster 1. De monster 2 is een zeer fijne polyp die lekker soepel draait en je zo een spin krijgt, zoals ik hier zal demonstreren. Nou, dan gaan we spul wegen, schrik met de molen, waar je goed in kan spinnen. Zullen we eens even doen. Even naar voren hangen, naar achteren. Daar gaan we dan. Dit is lachen. Hoppa. Nou, dan kun je de hele dag volhouden en zo. Zo maak je wel een simpele polyp, gewoon een extreem light. Lekker hoor. Nou, deze polypen zijn veel makkelijker in de spin te krijgen dan die drie. Want die drie lopen recht. Deze staat schuin af, waardoor die sneller in de spin gaat. Misselijk? Nee, niet bepaald. Gewoon niet zo snel misselijk. Uitstappen maar. De freefalltoren van 40 meter hoog gebouwd door Fabri Groep. Hij kan 12 mensen per rit meenemen en hij wordt één keer omhoog gerezen en je laat ze één keer vallen. Het is een complete vrije val en geen yo-yo effect zoals de Power Tower dat heeft. Het is klik en los. Geniet even van het uitzicht. Dus zometeen gewoon tak en los. Nou, dan gaan we spanning opbouwen. Dan wachten we even een paar seconden. Ah, geintje. 1, 2, 3. Nu. Nee? Leuk ding. Nou, eens even wachten nog. Nou, nu ongeveer. Nog niet. 1, 2, 3. Nou, goed. Nou, daar gaan we dan. En dan zijn we alweer beneden. Dat was de freefall. En? Fucking vet. Vanaf hier, ongeveer 10 meter vanaf de grond, starten de remmen al. Ze blijven wel zoiets van 20 meter zijn. De laatste 5 meter is echt gewoon uitlopen. Dit is nog eens een uniek ding.
Vroeger waren er twee van dit soort bollen in het park, maar niet als zweef. Dit waren transportabele attracties die bedoeld waren voor op de kermis, maar ik geloof dat het nooit eentje gereisd heeft. Of misschien net aan één seizoen. In de originele versie moest je zitten in een capsule. De capsule hees je omhoog via een van de dikke palen waarna je als een reuzenrad ronddraaide. De capsules met die palen draaiden vervolgens net als de zweefmolen om de Apollo heen. Je krijgt een beetje het heksentandgevoel, maar dan niet zo snel en niet zo heftig. Eerst was er één Apollo in het park, maar later werd de tweede bijgebouwd. Niet veel later werd de tweede omgebouwd tot zweefmolen. En in 1979 stonden twee van deze bollen in het park. Een aantal jaar later is een van de Apollo's verkocht naar een pretpark in Engeland, waar hij nog steeds draait of niet draait. Ik heb eigenlijk geen idee. Dit is trouwens wel een van de weinige zwartkopproducten die niet goed verkocht werden. Hier zie je nog goed de Zeppelin staan en de twee Apollo's. Eén Apollo is verkocht naar Engeland. Dan zie je ook dat daar nog de capsules aan zaten. Over de hele Main Street hangt een skilift met 62 stoeltjes. Deze dingen worden normaal gebruikt in de bergen, maar hij staat al sinds 1976 hier in het park. De lift is amper 11,8 meter hoog om precies te zijn. Ik moet zeggen, ik vind het een aparte attractiekeuze. De gondels hangen gewoon los aan de baan. Als je te veel schommelt, trek je er ook nog vanaf. Let op, verboden te spugen, dit leidt tot agressie. Als ik het beter zeg, dit leidt tot verwijdering van het park. Er is geen ander pretpark dat er een skilift heeft staan dat ik ken. Alleen Plopsaco heeft er eentje, maar dat is meer om de berg op te gaan. Die stond er al voordat het pretpark er was. Het is zeker voor Nederland is het een moeilijke. Maar ja, zo'n een beetje systeem aan lopen. Het is toch een pokken en lopen van attractie naar attractie. Want hier in deze straat staat vrij weinig. Daar is Sky Tower en het Reuzenrad. Wat nog niet zoveel. Lopen op het achterste gedeelte van het park. Dit deel van het park ligt ook het dichtste bij Slagharen zelf. Want achter die molen is Slagharen het centrum eigenlijk al. Dit park staat echt heel dicht op het dorp. Hier wordt de kabel gespannen. We hebben wat betonblokken. En zo wordt de kabel op spanning gehouden. Ze hadden blijkbaar nog extra gewicht nodig. Een paar bakstenen erop gelegd. Er zijn ook nog gondels, maar waarvoor die zijn? Geen idee. Die kun je er ook op hangen. Zou iets voor artiesten zijn. Eigenlijk ben ik er nooit geweest. Die molen die staat hier al van 1859. Geen idee wat het is. We gaan eens even kijken. Hier wonen Randy en Rosie. Nou, wat leuk hè. Dan kan je in de molen kijken. Nou, zo te zien zijn ze niet thuis. Die zijn met de wagen weg, die zijn we net tegengekomen, die wasberen. De Thunder Loop, die vroeger nog gewoon Looping Star heette, kwam vanaf de kermis af en is in 1979 in het park gebouwd. Het is een schitterend baantje van 24,5 meter hoog en 592 meter lang. De maximale snelheid is 77 km per uur en dit baantje is gewoon nostalgie puur sang. Allemaal zijn ze nostalgie, alleen deze is wel heel erg nostalgie. Dit soort banen hebben vaker, zeker in Duitsland, over de kermis heen gereisd. Engeland schijnt er nog eentje te reizen. Het is jammer dat het stel niet meer naar Looping Star is, maar naar Thunder Loop.
Waardoor er nu dus geen originele treinen meer op rijden, maar een trein in de vorm van een trein. Logische zin. We gaan een rondje maken. Opvallend is dat er bij de kinderachtbaan hartstikke druk is en hier je zo door kan lopen. Ik denk dat het te maken heeft dat dit toch heel veel gezinnen aantrekt en niet zoveel jonge jeugd. Dit soort banen hebben een vrij aparte lift, joh. Kijk, dat is de lift, joh. Die loopt al in het station. En die dingen, daar haakt het treintje vast. Dan wordt hij zo naar boven gesleept. Dus laat je zo doorlopen dat het treintje helemaal boven is en losgelaten wordt. Nu dus. Bijzonder aan deze achtbaan is hoe je vast zit. Alleen slechts met een labbar, zoals het heet. Eén beugeltje. Ondanks je toch een looping doorgaat. Maar dat is voldoende. Welkom allemaal op de Zwartkopf Looping Star, een klassieke van de kermis die jaren geleden hier in het park gebouwd is. Daar is slechts één enkele looping, maar zo'n Zwartkopf uit schitterende bochten. Dus we gaan hem dadelijk meemaken. Deze baan heeft zijn remmen niet aan de onderkant van de rails zitten, maar aan de zijkanten. Daarop wordt hij geremd. De Piraat is een originele Hus schommelboot die al sinds 1997 in het park staat. Hij is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het bootje van Drievliet. Dat is namelijk ook een Hus schommelboot. Een waterspeelplaatsje. De Tomahawk is een Hus trojka die sinds heel lang al in het park aanwezig is. Echter was hij vroeger nog een kermisstijl, maar hij is alsmaar meer en meer uitgekleed tot wat het nu is. Als je dit zo bekijkt, dan lijkt het ontzettend op dat van de Condor. Precies dezelfde bouw, alleen de gondels zijn juist net iets anders. En hij is anders bevestigd, want het is een trojka. Nou, hoe kaal kun je een trojka krijgen? Laat dat maar een slag haar over. Er zit echt helemaal niets op. Nou, welkom in de trojka. Heerlijke machines op de dunneltijd. Maar we gaan eens even lekker uitwaaien hier. Heerlijk. De rit in de park zijn allemaal wel goed. Die zijn lekker lang. Niet al te lang, maar ook niet heel erg kort zoals in andere parken. Een Sky Tower naast een reuzenrad en hier staat weer een reuzenrad in het park. Waarom ze dat nou gedaan hebben, geen flauw idee. Er staat ineens een kapel midden in het park. Godverdomme wat mooi hier, jongens. Wild Wild West Adventure, wat tegenwoordig de enige dark ride is van het park. Vroeger had je natuurlijk nog de Ocean of Darkness. Maar dat was meer een spookhuis waar je onder water reed in een soort duikershelm, wat nu gebruikt is voor de Nautilus. Het is een vrij aparte dark ride omdat je in ronde bootjes zit. Maar deze attractie is gebouwd door Mack Rides. De poppen in de dark ride die zijn gebouwd door Haymo. En de lengte van de baan is mij niet bekend, maar het is nog best een vrij lange ronde die je waard. We gaan hem aan eens doen. The Wild West Adventure. Eén is de dark ride van het park. Hier is de ingang. Nou. Daar gaan we. Het is een soort wildwaterbaan.
Nou ja, soort. Lijkt wel. Ik heb twee apen aan boord, die sporen niet helemaal. Zeg maar de Jos die bent, dat bedoel ik. Het bouwen als gras is mij totaal niet duidelijk. Er staat hier een beer. En er liggen lijken. Ja, ook geen lijk meer, er liggen wat botten. Uitzoeken. Ik ben met een pannetje gaan lopen zeven. En dan moet er goud in zitten. Oh ja, zie je. Dat is het goud en dan moet je een heel bakje inleveren voordat je gewonnen hebt. Ga je dit inleveren, dan krijg je ook een medaille. Meer parken hebben dit soort dingen staan, maar ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. De Eagle is een Huskondor. Feitelijk is dit gewoon een Calypso die op 20 meter hoogte zweeft. Ook deze carousel komt van de kermis af, maar helaas zijn dit soort molens niet meer op de kermis rendabel. Er zitten nogal wat kabeltjes en draakjes aan de ring. En we gaan erover. Whitewater is een glijbaan van Van Echtdom, hier in het park, van 32 meter lang, met een paar waves erin. Het is een zeer natte baan, die eigenlijk niet te vergelijken is met bijvoorbeeld de glijbanenbrigade in Drievliet of de Harikira in Toverland. Deze twee banen, van Drievliet en Toverland, zijn vrij droog als je die vergelijkt met dit baantje hier in Slagharen. Deze Whitewater is zeer nat. Van Echtdom speelgoed en glijbaan. Net af als Chinees hier al. Alles gaat door het luikje heen. Oh.
attracties, maar ook oude kermisspelletjes zoals ze hier nog hebben. Het bergbad is het zwembad van Slagharen. Met een kleine glijbaan en een 25 meter badje. Als je denkt aan Slagharen, dan denk je eigenlijk aan twee dingen. Je denkt aan de grote Apollo-zweefmolen, maar de andere is toch wel de Traumboot. En natuurlijk moet ik even de Looping Star niet vergeten. De Traumboot stond in 1984 voor het eerst in het park. Echter is deze sinds 2013 verplaatst op de plaats naar de Zwunka. Het schip heeft zo rond 30 jaar op dezelfde locatie gestaan. Maar nu de nieuwe mensen aan het stuur zijn, worden er ook dingen weer veranderd. Dus vandaar dat hij ook verplaatst is. Sinds jaar en dag stond hij voor in het park, maar nu is hij verplaatst op de plaats van de Zwunka 8 in het park. Ook heet hij tegenwoordig de Flying Cloud. Dat heet Traumboot. Dit is een Webermolen en geen huis. Heel veel mensen denken dat dit nagebouwd is van de Ranger. Echter is dat niet waar. Weber was als eerste met de Traumboot. En later kwam huis pas met de Ranger. Dit komt omdat Weber overgenomen is door huis. En daardoor deze schepen ook gebouwd zijn. Echter had huis veel meer succes met de Ranger dan Weber met deze Traumboot. En daar gaat hij dan. De Loveboot. Ik kon de Zuurpruim niet mijn camera meenemen. Ik kon helaas geen onderuit video maken. Vroeger zat er een heel groot cel om dat ding heen. Die was echt prachtig afgewerkt. Maar die is al sinds jaar en dag vanaf. En sindsdien is hij ook niet meer zo mooi als vroeger. Zo zag het schip er vroeger uit. Prachtige zeilen erop. Duitsland heeft twee van dit soort molens gekend. Meijer had er een en Keizer had er een. Die hebben beide op de Duitse kermissen gereisd, ongeveer een paar seizoenen lang. En toen zijn ze verkocht alle twee naar Mexico. Daar draaien deze molens nog steeds in het pretpark. Een paar foto's van het park. Toen de Looping Star nog wel netjes eruit zag. Zo zag het park er toen uit. Kijk, toen heb je dan een buiten zwembad, zie je? Ja. Er hebben ook een allemaal ook films van. Spookhuis, Trojka, de Enterprise. Ja, ja. Nog volledig een kermisstel. Apollo, eentje. Dat was de tweede nog niet. Zeppelin. Zit je op te kijken met de... Er stond nog het oude zierenbaantje, de dubbele 8. Uiteraard was er toen nog het zwembad. En een klein reuzenratje. Wat verder opvalt is dat achter in het park toen nog helemaal niks was. Alleen de molen. En daar liep toen wel al de skilift naartoe. Nou, een klein stukje geschiedenis van Slagharen. En ze hebben hier nog een waterorgel. Nou. Ik zie er nog netjes onderhouden uit hier. Er zitten nog mensen, het is ongelooflijk. We zullen zo wel gaan starten. De rest van het park is niet zo perfect onderhouden, maar deze waterorgel ziet er nog heel goed uit. Ik heb ook het idee dat hij nog zo
benieuwd is. Nou ja, de Efteling is zoveel geld aangegeven. Zo kan het ook. De monorail is een zwartkof monorail, zoals Fantasialand en Bobbejaanland die ook hebben. De attracties heeft twee stations. Vooraan het park, waar de skilift toevallig ook stopt. En achteraan het park, bij het waterorgel, waar ongeveer de skilift ook stopt. Qua transportmogelijkheden heb je in Slagharen geen tekort. Echter, alleen dan in het midden van het park, daar stopt helemaal niets. Het zou mij geen overbodige luxe lijken om daar een monorailstation te bouwen. Hier staat nog de andere monorail. En daar verderop staat er nog eentje. Het is dus meteen op onderhoudsplaats en de loods van de monorail. Reservebandjes voor de glijbaan. Ja, we gaan maar zitten, hè. Sky Tower was de oude Zeppelin die over de Nederlandse kermissen reisde. Hij was 30 meter hoog en rondom de paal vlogen dus Zeppelins. De attractie is in 1999 omgebouwd en tegenover het reuzenrad teruggeplaatst in het park. In het midden de oude Zeppelin, ook over de kermissen heen gereisd hier in Nederland. Tegenwoordig is dat de Sky Tower. Plaatsen ze hier, plaatsen dan die Sky Tower. En hier staat het reuzenrad. Een beetje een rare keuze. Sowieso is het park een beetje rommelig opgezet. Attractie aan attractie. Is al wat groen tussen geplant. Maar het is niet dat je zegt echt je van het. Het reuzenrad is wederom een zwartkof attractie hier in Slagharen. Ze hebben nogal veel van dit merk staan. Het rad is 50 meter hoog. En het bijzondere aan dit rad is dat er niet zo heel veel zijn. Het rad is ook al in 1979 naar het park toegekomen en sindsdien draait hij daar nu zijn rondjes. Nou, het heeft lang geduurd hoor, het was erg mooi, maar het gaat toch eindelijk regenen. Altijd als het naar een pretpark gaat, gaat het regenen namelijk. Er is nog een report voorbij gekomen van het pretpark waar geen regen was. Alle reviews hebben tot nu toe regen. Goh, in de regen hebben we toch meer weg van een wasmachine dan een Enterprise. Helemaal door rek, joh. Nou, het is jammer dat het dagje een beetje in het water gevallen is. Ondanks dat hebben we toch veel plezier gehad hier in het park. Het zijn toch leuke oude kermisattracties. Zeker voor mij als kermisfan is het ideaal om te doen. We gaan naar het volgende park. Oh ja. Oh ja, deel een like die video even. Dankjewel.